De gemeente Baren is een niet zo grote gemeente van 25.000 inwoners. Die zich bevindt in het midden van het land. Eigenlijk vlak onder de rook van drie grotere gemeentes. Dus Utrecht, Amersfoort en Hilversum. Het is prettig om in Baren te werken omdat er zoveel uitdagende opdrachten zijn. Ik ben dan als wethouder ruimteordening onder andere verantwoordelijk voor Paleis Hoesdijk. Nou, iedereen kent Paleis Hoesdijk. Hoe leuk is het niet om daaraan te mogen meewerken? En zeker als bestuursadviseur ook straks daar een rol in te spelen. Om mij te adviseren in ieder geval om de juiste dingen te doen. De bestuursadviseur die hier start krijgt te maken met een organisatie die heel druk aan de slag is met dienstverlening. En met zichzelf ook op de kaart zetten in Utrecht. En dat betekent dat je daar ook wel ideeën over moet hebben. En samen aan de slag gaat met ons. Dus het samen bouwen is eigenlijk een rode draad. En daarbij ook heel goed de verbinding leggen tussen het bestuur en de ambtenaren. De bestuursadviseur gaat de diverse collegeleden adviseren vanuit strategisch oogpunt. Waar zijn wij mee bezig? Waar kijken we op de lange termijn naar? En op welke wijze kunnen we onze besluitvorming zo inrichten dat we ook naar de lange termijn kijken? Dus ik verwacht van een bestuursadviseur dat hij mijn klankbord is, dat hij mij weerwoord geeft en dat hij mij scherp houdt op de momenten dat het noodzakelijk is. De bestuursadviseur heeft eigenlijk een beetje een functie die zich helemaal in de organisatie beweegt. Dus zowel als eerste instantie ondersteuner van het bestuur. En aan de andere kant is het ook een adviseur voor de ambtenaren. Ik ben in een nieuwe collega op zoek naar iemand die stevig is. Die niet bang is om te zeggen wat hij of zij vindt. Dat hij ook vanuit inhoud met mij de discussie aangaat. En mij ook scherp houdt op de momenten dat het noodzakelijk is. En dat is vooral hier, zoals vanavond, hier in de raadzaal van de gemeente Baren, wat eigenlijk altijd het hoogtepunt is, ook denken voor een bestuursadviseur, want dan komen de besluiten pas aan de orde. Mijn nieuwe bestuursadviseur is iemand met wie ik heel goed kan sparren, met wie de mensen van mijn team samen goed een lijn uit kunnen werken en die ons ook bij de les houdt, als we met wat te overdreven plannen aankomen. Het moet wel werkbaar zijn.